ik ga dus zondag naar Aruba. Oh my god, het wordt zo koud. Update over het stoppen met de pil. Mijn koffer met alle spulletjes erin. Hey, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag. En het is woensdag 13 januari. Ik voelde me gisteren en eergisteren niet zo lekker. Ik was namelijk heel erg duizelig. Geen corona of zo natuurlijk. Maar ik was heel erg duizelig. Dus ik heb toen niet gefilmd. Het gaat nu gelukkig veel beter. Ik ben gisteren en eergisteren heel erg druk bezig geweest met school en stage. Want dit is mijn laatste stageweek voordat stage is afgelopen. Dus waren er ook niet heel interessante dagen om te filmen. Maar vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Want ik ga namelijk filmen met Sarah. Ik heb deze dag lekker vrij gepland vandaag. Zodat ik wat leuks kan gaan doen. Maar Sarah en ik gaan filmen. We gaan voor mijn kanaal een video filmen. Waarin we meiden helpen met problemen die ze hebben ingestuurd. Daar gaan we op reageren. We gaan gewoon lekker kletsen. Dat is heel erg leuk. En voor Sarah's kanaal gaan we een mukbang opnemen. Volgens mij van de New York Pizza gaan we lekkere dingen bestellen. En dan mukbang opnemen. Dus dat is leuk. Ik neem jullie deze week weer lekker mee. Zondag gaan Vis en ik dus naar Aruba. Oké, wacht. Ik ga jullie heel even neerzetten. Ik heb mijn haar trouwens gekruld. Ik zal zo meteen mijn outfit heel even laten zien. Maar haar moet nog een beetje uitzakken. Maar het is in ieder geval wel gekruld. Vis en ik gaan dus zondag naar Aruba. Gisteren is de persconferentie geweest. En de vlucht gaat wel door. Ik zit wel een beetje met een dubbel gevoel. We gaan wel om familie te bezoeken. Want Vis' ouders wonen daar. En hij heeft daar ook 3 jaar gewoond. Dus voor hem is het ook gewoon thuis. Hij heeft daar tot voor kort woonde hij daar gewoon. En zijn ouders wonen daar dus ook. En verblijf bij Vis' ouders. Ik wil het wel even uitleggen. Zodat jullie niet denken van, waarom gaat ze gewoon op vakantie? Maar het is wel ook een vakantie. Maar het is om zijn familie te bezoeken. Daar ga ik verder niet heel veel over vertellen. Maar ja, het is dus niet volledig een vakantie. Als we zouden nooit daarheen gaan als we alleen maar even lekker op vakantie zouden gaan naar Aruba of zo. Maar ja, daar gaan we dus zondag heen. We verblijven bij zijn ouders. We gaan 2 weken. En morgen moeten we daarvoor een coronatest doen. Dus dat gaan we doen hier in Amsterdam. Ik zit heel erg te twijfelen of ik wil gaan filmen daar. Want het is natuurlijk nu niet de bedoeling om op vakantie te gaan. Ook al is het niet echt helemaal vakantie. Maar ja, het lijkt me wel heel erg leuk om te filmen. Ik zit er nog een beetje over te twijfelen. Daar ga ik nog even over nadenken. Misschien even op Insta vragen wat ik zal doen. Maar ja, dat gaan we dus zondag doen. Dus deze weekvlog wordt ook tot en met zaterdag. Zodat hij dinsdag online kan. Want daar kan ik niet echt uploaden. Omdat de wifi daar heel slecht is. Vince heeft dus zijn ouders 1 jaar niet gezien. Bijna 1 jaar niet. Oké, ik zal even mijn outfit laten zien van vandaag. Oh ja, oh my god. Net waren er opeens glazenwassers. En ik liep in mijn onderbroek, in mijn string, hierheen met alleen een topje aan. En het was er opeens een glazenwasser. En we keken elkaar zo aan. En toen was ik echt van help. En toen rende ik weg. Was heel ongemakkelijk. Daarna ook niet meer gezien. Gelukkig. Maar dit is mijn outfit. Dit spiegel is echt heel erg vies. Vandaar dus ook dat de shutters dicht zitten. Deze broek is van Naked. En dit topje is van Shein. En de achterkant van dit topje is open. Ik doe er gewoon lekker mijn winterjas. Denk bruine jas bij aan. En ik met Jordan mokka's eronder. Maar goed, ik ga richting Sarah rijden. Het is ongeveer een half uurtje rijden. Ik ga er dus met de auto heen. Oh ja, en update over het stoppen met de pil. Ik ben nu, denk ik, een week, iets langer dan een week, volledig gestopt met de pil. Daarvoor had ik een stopweek. En nu dus afgelopen week heb ik helemaal geen pil meer zonder stopweek. En ik denk misschien dus dat de duizeligheid daardoor komt. Ik voel me verder wel gewoon goed. Ik voel eigenlijk verder geen verschil. Ik merk ook nog geen verschil aan mijn huid of zo. Het is nog niet slechter geworden, gelukkig. Ik hoop dat het zo gaat blijven. Maar ik denk dat de duizeligheid daar iets mee te maken heeft. Want normaal ben ik nooit duizelig en nu opeens. Tegelijkertijd dat ik ben gestopt met de pil. Dus ik denk dat dat wel zou kunnen. Dat het daardoor komt. Maar ja, weet ik niet zeker. Maar goed, verder merk ik dus nog niet heel erg veel. Ik zal jullie ervan op de hoogte houden hoe dat zich verder ontwikkelt. Maar op dit moment merk ik eigenlijk nog niet heel veel van het stoppen. Dus ja. Oh ja, en ik ben Chloe Ting workout aan het doen. Ik ben nu bij dag 7 volgens mij. Ik heb wel 3 dagen rust gehad in plaats van 1 dag. Omdat ik dus zo duizelig was. Heb ik die dagen rust genomen. Maar verder ben ik het wel helemaal aan het volhouden. Kijk, mijn buik is nu zo. En het was ja, eigenlijk niet heel erg anders. Ik heb het gevoel dat ik iets, misschien dat mijn buik iets gevormder is. Zeg maar iets meer abs te zien. Maar ik heb ook nog een vetlaagje. Maar ik voel wel dat als ik erop druk, dat het hard voelt. Maar goed, daar ga ik gewoon mee door. Oké, let's go naar Saar. Ik ben bij Saar. Oh mijn god. Gooi het even de kamer.
gaan we naar kapot. Ik ben bij Sarah. Ik heb gisteren nog kapot gehad. Oh mijn god. En we hebben net een video opgenomen voor mijn kanaal. Was echt heel leuk, hè? Ja, het was echt zo leuk. Ja. Het was echt heel leuk. Echt leuk. Die video komt voor jullie, ja, of komende vrijdag of die week daarna online, weet ik nog niet. Want ik moet even verspreiden met de vakantie als ik weg ben. Ja, ik weet het ook nog niet hoor, want ik denk volgende week zaterdag, denk ik. Nou, in ieder geval, heb zo je een video voor deze zaterdag? Ja. Ja, volgende week. Ja, zo gaan we even voor Saar opnemen ook. Twee? Ja. Ja, ook. Hè? Maar goed, de video was dus echt heel erg leuk om op te nemen. En we gaan zo meteen mukbang opnemen voor Saar kanaal. We gaan, hoe heet het ook, New York Pizza. Ja. Gaan we even afhalen. We hebben al dingen besteld. Echt heel erg lekker. Heel veel. Ja, echt. We hebben echt heel veel besteld. Echt niet oké. Okay. Dat slaat echt helemaal erg. We wilden één pizza delen. Ja. En toen kwamen we erachter dat de tweede pizza gratis was. Dus nu hebben we nog een pizza en echt heel veel snacks en zo. Ja. Maar we echt heel erg lekker. En we gaan even een fotootje maken buiten als het lukt. Ja. Eigenlijk kunnen we kijken of we foto's samen kunnen. Ja, dat is leuk. Dat vind ik ook leuk. Ja. Misschien even... Ja, weet niet echt. Ik vind het ook zo ongemakkelijk om dan een statief mee te nemen. Ja. Normaal in een dorp. Gewoon zeg maar hier. Ja, mensen kijken echt van... Wat de fuck doe jij? Misschien kunnen we gewoon een timer of zo ergens opzetten. Ja. Even kijken. Maar waar is een leuke plek? Ja, ik ken het hier niet. Ja, ik heb altijd problemen meer. Ik weet nooit waar ik een foto zo... Nooit waar ik een foto moet maken. Kijk, in Amsterdam, je loopt de straat op in een leuke foto. Foto's, ja. Hier, je ziet alleen maar polder en bomen. Ja, maar we moeten gewoon even een muurtje of zo vinden. Zeg maar gewoon een wit of gewoon een achtergrondje. Ja. Want dat vind ik altijd ook wel leuk. Oké, maar we gaan even kijken. Misschien een beetje in de buurt van... Saar en ik gaan even een foto maken hier op dit parkeerterrein. Het is echt best wel lelijk eigenlijk hier. Maar, huh? Oh, je kan het ook even erop leggen of zo. We gaan even een fotootje maken samen. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken. Op zich, op beeld, op camera ziet het er nog wel leuk uit. Niet zo heel lelijk, dus let op. Oh my god, het wordt hier zo koud. Oh my god, jongens, we hebben net foto's gemaakt. En het is echt... Het was echt -10 of zo. Oh my god. Mijn handen zijn jouw handen ook niet zo koud? Niet normaal. Mijn handen zijn bevroren. Ja, mij ook. Het was echt heel koud, maar er zitten wel leuke foto's bij, hoop ik. Ga eens even opwarmen onder mijn oksels. We hebben een selfie ding gedaan. Ja, we hebben hele leuke selfies. Met de selfie time ding. Oh, mijn handen zijn net een ijsblok. Doe je jas aan dan? Zal ik het laten zien even? Ja. Snel. Oh my god, mijn handen kunnen niet meer echt bewegen of zo. Kijk. Maar dat kan je echt niet zo mooi met mijn telefoon hoor. Kijk. Deze hebben we allemaal. Saar en ik hebben het eten gehad. We hebben zoveel lekkere dingen. We hebben 2 pizza's. We hebben allemaal snacks. We hebben cinnamon bread. Dus echt yummy. We gaan nu filmen voor Saar de kanaal. Ik ben weer thuis en ik heb dat plantje nieuw met die plantenhanger. Echt heel erg leuk. Hangt wel een beetje schuin, maar ja, boeien. En we hebben dat plantje erbij gehangen. Het is wel een nep plantje, maar het ziet er op zich wel heel erg leuk uit. Dus er hangen nu 4 plantjes hier. Echt een soort mini jungletje. Maar ik ben weer lekker met Vince en we gaan serie kijken. Inside World's Toughest Prisons kijken we. Gewoon af en toe, niet echt als serie, maar het is wel heel interessant. Ik ben net even live geweest op Insta. Als je dat soort dingen ook wil zien, dan kan je me volgen op Instagram. Isa Luna heet ik daar. En ik ga nu lekker chillen. Nog eventjes en dan bed in. Eigenlijk moet ik vandaag een workout nog doen. Chloe ding. Maar ik heb er echt geen zin in. Dus ik denk dat ik het niet ga doen. Ik heb er gewoon echt geen zin in. Dus dan ga ik mezelf ook niet zo erg forceren om het te doen. Dus welcome to my life. Maar ja, ik heb het wel 7 keer of zo gedaan. Heel slecht. Morgen ga ik aan stage. Want ik moet eventjes mijn rapport wat bijwerken. Ik had wat feedback gekregen op de strategie die ik geschreven heb. Gewoon een soort project. En dat ga ik even bijwerken. Daar ben ik niet zo heel lang mee bezig. Ik denk maximaal 2 uurtjes. Ik moet morgen een video editen. En we gaan morgen de corona prik halen. Of de corona prik. Wat zeg ik? Corona test doen voor de vluchtzondag. En ik denk dat ik wel gewoon video's ga maken. Maar dat ik gewoon voor elke video een disclaimer doe. Van waarom we naar Aruba gaan. En even de reden erbij. Dat je niet gewoon een idee hebt van wat de fok is ze aan het doen. En waarom gaat zij gewoon daarheen. Maar dat je wel een soort van...
begrijpt waarom. In hoeverre je dat kan begrijpen. Dus ja, kijk trouwens Working Moms nu. Ik vind het niet geweldig, maar het is wel gewoon op zich lekker om weg te kijken. Oh, wat ik nu ga kijken is Vier Handen op Één Buik. Er staat weer een nieuwe aflevering van online. Het is echt mijn verslaving, dus dat ga ik lekker kijken. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en het is volgens mij 14 januari, denk ik. Kijken. 14 januari, donderdag 14 januari, het is 11:30. Ik heb echt heel lang in bed gelegen nog. Ik weet niet, ik had niet zo heel erg lekker geslapen en ik werd weer duizelig wakker. Dus ik dacht, ik blijf gewoon even in bed liggen. Heeft niet heel veel geholpen, ik voel me niet veel beter of zo. Maar mijn duizeligheid trekt gelukkig wel een beetje weg. Dus dat is top. Ik heb lekker een koffietje en latte. En vandaag moet ik aan stage, zoals ik al vertelde gisteren. Ik moet vooral veel doen aan die presentatie. En ik moet het rapport een beetje bijwerken. Maar ik hoef gelukkig niet heel veel daaraan te doen. Maar die presentatie, vooral die opmaken en zo, dat is wel eventjes... kost gewoon even tijd, maar niet vervelend om te doen of zo. Er zijn weer glazenwassers, maar ze zijn hier al geweest. Zijn nu hier boven. Maar je ziet echt door die touwen hangen. Heel grappig, want normaal zie je hier echt niks. Kijk. Alrighty, ik heb mijn rapport bijgewerkt, de feedback verwerkt. En ik ben nu bezig met in een presentatie aan het zetten. Ik ben nu alleen nog even de tekst aan het doen. De opmaak ga ik later doen. Maar nu ben ik alleen de tekst even in aan het zetten uit mijn rapport. En het is nu 3:50. En Vincent en ik gaan over 10 minuten onderweg om onze coronatest te doen. Dus ik ga me heel veel omkleden, zodat we zo meteen daarheen kunnen. Hoi, ik heb even snel deze outfit aangedaan. Het is niet echt eigenlijk een hele lelijke outfit. Maar deze broek is van Shein, vest is van Shein. Ik doe er gewoon een jas overheen, dan zie je dat vest niet. Maar anders was het koud en ik wist even niet wat ik anders moest aandoen. Deze muts is van bol.com trouwens. Oké, wens ons succes. We gaan nu... Nou, we zijn terug van de test. Oh, ik ga even op mijn koekje zitten. En is goed gegaan, gelukkig. Het ging echt heel erg snel. Veel sneller dan de vorige keer toen we een test moesten. Toen ging je echt vet lang in die neus draaien. Maar dit meisje deed echt heel erg snel. Echt heel chill. Dus ja, topje, hoeft er ook niet te wachten of zo. Nu ben ik weer terug en ik heb lekker nog een lat. Ik neem normaal eigenlijk nooit 2 latten per dag. Maar ik had zo zin in. Ik dacht, ik maak het lekker. En ik heb deze koekjes die ik ga eten. En dan ga ik even chillen, want ik ben klaar voor vandaag met school. Ga ik morgen verder. En dan daarna, vanavond, ga ik editen. Jongens, ik heb echt een nieuwe hobby. Terwijl ik had moeten editen, zit ik de hele tijd collages te maken. Het is zo leuk. Ik heb er ook vanmiddag één op Insta gepost. Ik heb nu net deze gemaakt. Ik doe het via PixArt. Hier heb ik nog mijn topje glitter. Maar ik vind deze denk ik leuker, deze eerste. Heb ik er ook één gepost vanmiddag met bruin. Echt erg leuk. Als je me wil, kan je me volgen. Isa Luna. Ja, ik ga deze ook posten binnenkort. Ook past echt totaal niet bij mijn Insta. Ik vind het cute. Ik heb even lekker deze broodjes gemaakt. Met een kip schnitzelachtig ding. Want we hadden toch geen zin om springrolls te maken. Gaan we lekker zaterdag maken. Dus ik ga dit opeten. Hallo, het is vrijdag. En alweer middag. Ik ben de hele dag druk bezig geweest met die presentatie. Ik had het een beetje onderschat. Ik dacht dat het eventjes werk was, maar ik ben er nog steeds niet klaar mee. Maar ik ga naar mijn ouders om mijn koffer in te pakken. Dus ik slaap daar ook vanavond. En ja, daar ga ik dus heen. ik ga op de scooter, want mijn scooter moet naar de garage. En mijn garage is bij mijn ouders in de buurt. Dus het is wel echt een uur met de scooter. Ik ga me lekker warm aankleden, zodat ik niet bevries op weg daarheen. Oh my god, jongens, ik ben thuis. Het was een uur op de scooter en het was zo koud. Ik had echt niet verwacht dat het zo tyfus koud ging zijn. Mijn hele handen. Echt niet leuk. Maar we hebben eten besteld. Komt zo meteen Libanees of zo, heeft mam besteld. We gaan zo lekker eten. En ik ga echt even opwarmen in gewrapt in een dekentje. We hebben lekker het eten. Het is Libanees. Nog nooit Libanees gegeten volgens mij. Maar het ziet er wel lekker uit. Ik heb een lekker taartje. Die had de buurman langsgebracht. En ze hebben een stukje bewaard voor mij. Het is echt mijn lievelingstaart. Zo lekker. En een theetje. En we gaan even iets kijken op de tv-filmpje of zo. Morgen, het is zaterdag. Nou ja, middag eigenlijk al. Goedemiddag. Ik heb net even lekker gedoucht. En nu ga ik ontbijten. Goed verhaal. Ik heb even alles geprint. Niet uitgeprint, ik zeg altijd uitgeprint. Maar ik heb alles geprint wat we nodig hebben voor morgen. Qua documenten en zo. Zo meteen mijn koffer inpakken. En nu even ontbijten. Wat heb jij gegeten, Lot? Niks. Nog niks.
De blauwe besjes voor jullie, hè? Ja, lekker. Daar ga ik iets mee maken, denk ik. Eten. Ja. Dan inpakken en Vince kom hier vanmiddag ophalen. En dan morgen om deze tijd zitten we in het vliegtuig. Hoi jongens. Wij weten niet wat we moeten eten. Nee. Want ik wil een tosti maken, maar we hebben geen kaas. Nee. Kwam ik achter toen ik al de pan had voorverwarmd. Hoi, ik ben Isa. Hoi, ik ben... Kennen jullie me nog? Nee. Helemaal naar achteren. Dat is het. Brown. Lekker gescrubt, zodat ik helemaal lekker bruin kan worden. Met welke scrub? Ik vond hem in een latje. Niet de... niet de goede scrub. Welke? Ja, die dure. Die van met de roze granaatappel scrub. Oh, is die duur? Die hadden we toen gekocht. Lotte en ik kijken een nieuwe serie op Netflix, hoe heet het? Next in Fashion of Next zo. In Fashion heet het, ja. Het is echt leuk. Ja, ze gaan kleding ontwerpen. Het zijn allemaal goede designers. Die ook gedesigned hebben voor Beyoncé en ja, gewoon allemaal grote namen, ja. Zeg maar. Alleen, dan strijden ze nu voor en de eer om te winnen van andere grote designers. En 250.000 euro. Het is echt leuk. Het is echt leuk. Het is een Netflix original. Zie je ook overal op TikTok de remix van het Netflix original liedje? Nee. Nou jongens, dit noemen we nog eens een hoogstaand ontbijt. Sinds ons op. Broodje pindakaas en latte. Echt lekkere latte die hier zoveel lekker dan bij ons thuis in Amsterdam. Alright, ik ga inpakken. Lotte en ik hebben 3 afleveringen of 2? 2 afleveringen gekeken. Ik ga koffer halen en dan inpakken. Een deel ligt hier en een deel ligt in Amsterdam. Dus ik ga hier gewoon het eerste deel doen en het tweede deel straks in Amsterdam erbij in doen. 2:30. En morgen vliegen we dus. Echt heel spannend. En wat wel een beetje stom is dat je je stoelen niet kan kiezen dus. Nu opeens. Geen idee waarom. Ik vind het wel dat bij Tui altijd niet kan. Maar volgens mij kon dat normaal gewoon. Dus ik hoop dat we in het vliegtuig nog kunnen wisselen. Want we zitten nu op middenstoelen. En dat is niet zo chill. Maar goed. Ik ga inpakken. Even alles bij elkaar zoeken. Hier liggen veel zomerdingen. Dus al bikinis bij elkaar zoeken. Nou, dit is wat ik allemaal mee ga nemen. Ik heb zoveel printjes en kleurtjes. Niet normaal, joh. Zomerkleding bestaat echt uit printjes en kleurtjes. Mijn winterkleding nu is echt veel meer neutrale kleuren, maar dit. Oké, dan. Mijn koffer is gedeeltelijk ingepakt. De rest moet ik er allemaal nog wel bij doen. Maar hier heb ik mijn kleding. Hier heb ik mijn bikinis, toilettas en zonnebrillen. Maar dat moet ik straks nog even aanvullen. Maar goed. Ik had op TikTok gezien, waarschijnlijk hebben jullie het ook wel gezien, dat mensen hun BH's gingen verknippen. Het sneeuwt! Ja. Dat ze hun BH's gingen verknippen om er bralettes van te maken. En ik heb hier een heel hoop oude BH's. Waar ik dus mee bralettes ga proberen te maken. Deze zijn best wel mooi, dus ik ben benieuwd. Ik denk dat deze ook heel erg mooi wordt omdat het helemaal kant is. Dus ik ga ze open knippen. Volgens mij moet je dan de cup eruit knippen. Het kan volgens mij als het dubbel laag zijn. Dat zijn deze. En dan knip je de binnenkant eruit. En dan blijft alleen op de buitenkant over. Dus ik ben heel benieuwd. Oh jongens, ik had het ook al gedaan. Een week geleden of zo. Ja, het is echt heel mooi geworden. Echt schattig, heel mooi, ja. Ik denk dat deze ook misschien wel zoiets wordt. Deze is ook wel mooi. Het strikje mag er wel af. Ik heb de ene kant nu eruit gehaald. Ziet er echt wel mooi uit. Ik ben alleen bang dat het te groot gaat zijn. Maar goed. Dan heb ik het lekker voor niks gedaan. Nu de andere kant. Ik heb nu bij de volgende de bovenkant losgehaald met zo'n dingetje. En dan moet je zeg maar erachter langs het los trekken. En dan ga ik nu de binnenkant eruit knippen. Je knipt gewoon hier langs het randje en hier langs het randje. En dan is het gedaan. Ik heb de volgende gedaan en het ziet er echt heel erg mooi uit. Alleen ik heb gaten erin geknipt. Echt heel irritant. Hier en hier en hier. Stom. Bij deze heb ik nog een kans, maar ik vond dit roze juist wel leuk. De volgende is klaar. Ik denk dat dit ook de laatste is die ik nog ga doen. Hier heb ik wel weer in de zijkant geknipt. Kan echt niks. Maar hij ziet er wel echt mooi uit. Dus ik ga het zo verpassen om te kijken. Deze hele fucking cups komen daar. Deze vooral, joh. Ik heb deze bij haar nooit aangehad. Wat de fuck. Echt. Ja, het zit ook helemaal niet lekker, vind ik. Maar oké, ik ben benieuwd of dit wel lekker zit. Eigenlijk is het
Het zijn wel echt rondjes. Hier lijkt het een rotonde. Oh ja, het sneeuwt. Het sneeuwt. Ze zijn allemaal klaar. Het is echt best wel goed gelukt. Ik ben zo blij mee eigenlijk. Ik hoop dat ze past. Ik denk dat deze sowieso wel past. Deze is misschien een beetje groot. Maar ja, blij mee. Leuke hek. Hek. We zijn er niet. Feest komen bijna ophalen en dan gaan we weer richting Amsterdam. En ik moet vanavond 2 video's editen. Deze week vlog, omdat die online moet. En ik daar waarschijnlijk niet kan uploaden. En een video voor vrijdag met Sarah. Dus geen zin in, maar ja, maar eventjes. En thuis verder inpakken. En dan morgen vertrekken. We vliegen morgen om 12:30. En we gaan rond 9:30 naar de bus. En dan gaan we met de bus naar Schiphol. En dan zijn we daar iets voor 10:30. En ja, dan gaan we vliegen. We zijn terug in Amsterdam. En ik ga even lekker springrolls maken. We hebben allemaal groenten daarvoor gehaald. En ik heb zo'n trek. En ik heb echt stress. Want ik moet nog zoveel doen. Ik moet nog het hele huis opruimen. Ik moet 2 video's editen. Waaronder deze. En we moeten de kerstboom opruimen. En ik moet echt nog van alles doen vanavond. Dus het wordt niet vroeg slapen. Of überhaupt niet slapen. Maar goed, morgen gaan we lekker naar Aruba. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga even alle groenten snijden. En dan de ding klaarzetten voor de springrolls. Ik heb hier de rijstbladen liggen. Hier avocado, paprika, komkommer, gegrilde groenten en de mihoen. En dan ga ik die een beetje vochtig maken. Dan leg ik er mihoen op. Dan vul ik het lekker sesamzaadjes erop en dan in sojasaus dippen. Ik ga ze alvast klaarmaken, want anders moeten we dat zo nog meteen nog helemaal doen. Dan vinden ze de kerstboom wegbrengen. Dus zo meteen lekker eten. De springrolls zijn klaar. Ik heb er 6 gemaakt. Ziet er heel lekker uit. Eindelijk eten. Het is inmiddels 8:30. Ik heb zo'n trek. Dus iets makkelijk. Nou, het is even een paar uurtjes later en ik heb alles ingepakt en het huis schoongemaakt, opgeruimd. Ik ga nu editen. Ik denk dat ik 1 van de 2 video's ga editen en die andere op Aruba ga doen. Hopelijk lukt dat, want ik heb echt geen zin om nu nog 2 video's te gaan editen. Maar oké, ik zal het even laten zien. Kleine tour. Hier is het opgeruimd. Dit moeten we nog even opruimen. En hier de laatste spulletjes. Daar ga ik zo nog zitten om te editen. Verder hebben we dit stof gezogen. Dit gaat morgen mee als snackje voor in het vliegtuig. Hier de keuken hebben we stof gezogen. Bijna helemaal opgeruimd. Nog het laatste moet een beetje opgeruimd worden. De wc hebben we helemaal schoongemaakt, opgeruimd. En we hebben van Vince moeder dit gekregen. Dat heeft ze zelf gemaakt. Dit zeepje heeft ze zelf gemaakt. En dat zeephoudertje. Echt heel erg mooi. En dat had ze opgestuurd. En hier is Vince kamer. Of zijn bureau ding. Daar moet hij nog wel een beetje de laatste dingen opruimen. Hier moet de laatste ook nog opgeruimd. Volgend weekend komt mijn zusje Lotte met een vriendin hier een weekendje. Want wij zijn er natuurlijk niet. Dus ik zei, jullie mogen hier wel als jullie willen. Komt een weekendje, dan gaat zij hier slapen. Dus ik ga straks nog even het bed opmaken. Maar vind ik hier zijn koffer aan het inpakken. Want hier ligt zijn koffer. En dan ga ik verder het bed opmaken. De badkamer is opgeruimd en schoongemaakt. Hier staan nog mijn toilettassen. Daar moet ik vanavond nog het laatste in doen om weg te gaan. Ik heb nu trouwens deze clip in. Ik vind het best wel leuk. Hij is van Lot. Ik heb hem meegestolen. Nee, ik mocht hem mee van Lot. Dit vest is trouwens van Shein. Voor degene die dat zich afvragen. Dit ding opgeruimd. En als laatste onze slaapkamer. Hier mijn kast. Ja, ik vind het niet heel opgeruimd, maar oké. En hier mijn koffer met alle spulletjes erin. Morgen dus nog toilettas erbij. Hier zit al het ondergoed en zo. En hier zit alle kleding. Nu helemaal aangevuld. En één blouseje ligt daar. Want ik heb dus dinsdag eindpresentatie van mijn stage op Aruba. En dan moet ik wel een beetje iets netjes aan. Dus ik dacht, neem een blouseje mee. Dan ga ik lekker vanaf daar met een blouseje zitten op Zoom. Die eindpresentatie doen. Want het was sowieso op Zoom. Dus ja, of ik nou daar doe of hier, dat maakt ook niet uit. En hier liggen nog wat spulletjes voor in mijn handbagage. Moet ik straks nog even aanvullen. Mijn camera moet daar ook in. Mijn laptop. En die camera neem ik mee. Echt heel erg leuk met die nieuwe Polaroids. Om daar Polaroids te maken. Dus ja. Ik heb er echt heel erg veel zin in. En ik had net even een poll of nou ja, een vragending op Insta gezet. Over wat jullie ervan vonden. Of ik zou vloggen op Aruba of niet. En ik kreeg best wel veel reacties. Eigenlijk echt hele lieve reacties dat ik wel moest gaan vloggen. Dus dat ga ik doen. Ik ga gewoon elke vlog aan het begin even de situatie uitleggen. Dat mensen niet denken van what the fuck, waarom gaan jullie daarheen? En dan denk ik dat het wel gewoon kan. Tenminste, mijn gevoel zegt dat het gewoon kan. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Dus de leuke dingen die we gaan doen ga ik natuurlijk filmen. Dan dus. Ik neem deze camera mee en dan gaan jullie dat wel zien.
Komende vrijdag komt er voor jullie nog een video met Sarah als het goed is. En dan die week daarna komt de eerste Aruba vlog. Als ik dat kan uploaden op Aruba, anders komt er dan een weekje geen video. En die week daarna de eerste Aruba vlog. Maar voor dat kan je mijn Insta in de gaten houden, want daar hou ik jullie op de hoogte. Mijn Insta is Isa Luna. Dan ga ik deze vlog afsluiten, want ik ga deze nu editen en uploaden. Zodat die op tijd online komt voor jullie. Ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik heb niet heel veel gedaan, maar ik hoop dat jullie hem alsnog leuk vonden. Als je dat vond, zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. We gaan nu echt bijna richting de 30.000. Echt super leuk. Dus vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Komende vrijdag. Doei!